Yo gasten, Darfdie met vandaag een nieuwe gameplay commentary op het kanaal van Visionator.nl. Vandaag wil ik het gaan hebben over het feit dat je mij niet zo vaak ziet rushen in gameplays. I know, het is niet echt een tipthema, maar het heeft puur te maken met het feit dat ik jullie iets wil vertellen. Ik moet iets kwijt aan jullie. Op speciaal verzoek van een van de commenters van, een paar weken terug of zo op een van mijn video's op het kanaal van Fish. Is mij gevraagd van, hey, wil je een gameplay gaan uploaden met waar je wat meer rusht? Want je speelt altijd best wel terughoudend. En nou ja, ik had ook een beetje een vriendschappelijke discussie, denk ik wel, dat je het kan noemen met hem. En hij zei heel terecht inderdaad dat ik inderdaad die gameplays niet haal. En dat ik best wel eens wat nadruk mag geven op rushen en dat rushen ook zijn voordelen heeft. Daar heeft hij helemaal gelijk in. Punt is echter dat ik gewoon niet zo goed ben in rushen. Daarom is het ook iets waar ik helemaal geen expert in ben. En waar ik ook gewoon... Dat is een van de moeilijkste onderwerpen waar ik tips over kan geven. Omdat het gewoon iets is wat mij niet zo ligt. Ik ben dus op een zoektocht gegaan, op een quest. Om een rush in de gameplay te halen. Ik ben gewoon lekker Call of Duty Ghost gespeeld bij de SMG. Toevallig op Strike Zone. Eigenlijk niet toevallig, want dat is de map waar je het makkelijkste kan rushen op Call of Duty Ghost. Met een Ripper, lekker aan de slag gegaan. En dit is dus het resultaat daarvan. Ik heb geprobeerd dus een beetje om rush in de gameplay te halen, een beetje rush in te spelen. Nou, dit is dus als ik objective speel en met een SMG speel en probeer rush in te spelen, is dit min of meer het resultaat. Ja, het feit is dus inderdaad dat ik, en dat geef ik dus ook gerust toe, zoals je me net al hoorde doen, is dat mijn gameplays gewoon niet rushy zijn. Ik speel vaak vanuit mezelf, als ik gewoon voor mezelf speel, tryhardend speel, dan speel ik passiever, terughoudender en vanaf een afstand met assault rifles. Zeker ook op Ghost, dat is gewoon mijn favoriete Call of Duty van de afgelopen paar jaar. Zo speel ik gewoon op die manier. En ik begrijp heel goed dat soort gameplays niet altijd even entertainend zijn. Misschien zelfs al gewoon weinig entertainend zijn voor veel mensen. Mijn gameplays over het algemeen. Want deze gameplay is iets anders dan normaal. Mijn eigen gameplays zijn over het algemeen inderdaad niet zo entertainend. Als waar men balsdiep in een enemy spawn loopt aan het rag is met een MP7 op M3. En eerst een man op Advanced Warfare of een MTAR-X op Call of Duty Ghost. Maar ja, let's face it. Niet iedereen is zo goed in Call of Duty om zulke gameplays te halen. En ik ben daar echt geen uitzondering in hoor, geloof me. Om eerlijk te zijn, ik vind mezelf überhaupt gewoon ook helemaal niet goed in Call of Duty. Waarom denk je dat ik Ghost een leukere Call of Duty vind dan Advanced Warfare en dan Black Ops 2? Omdat de time to kill op Ghost is gewoon lager dan op die andere twee Call of Duty's. Waardoor het makkelijker is om mensen te killen. Waardoor de Call of Duty over het algemeen dus makkelijker is. Vervolgens heb ik geen last van het feit dat je snel doodgaat, omdat ik dat compenseer door langzamer, tactischer, voorzichtiger te spelen. En daardoor rush ik dus niet altijd even hard. Amper, eigenlijk. Misschien wel. Dus ja, en mijn aim is ook helemaal niet zo heel goed, vind ik hoor. Als je bijvoorbeeld mijn Advanced Warfare gameplays kijkt, ik ben helemaal niet zo on-target als dat hele goede spelers zijn. Maar ja, dat betekent natuurlijk niet omdat ik die gameplays niet kan halen. Dus echt waar je triple, MOABs, campstrikes en die hele rambam allemaal voorbij ziet gaan. Betekent niet als ik dat ik dat soort gameplays niet kan halen. Betekent niet dat mijn video's waardeloos zijn. Ik heb nog altijd wel relevante dingen te vertellen. Tenminste, dat geloof ik graag. Dat ik nog altijd relevante dingen heb te vertellen. Ze zullen misschien niet altijd even het grootste publiek aanspreken die op zoek zijn naar de dikke, entertainende gameplay. Maar ik geloof dat er altijd nog wel een groepje in de Call of Duty community is die naar tips zoeken of naar andere soort commentaries en waar de gameplay niet zoveel uitmaakt. Persoonlijk voor mij maakt de gameplay ook niet altijd evenveel uit. Ik luister het liefst naar de commentary. En om eerlijk te zijn, ik vind altijd maar de rushende gameplay en de triple campstrikes en de quadruple campstrikes van die grote pubstomp clans en zo, vind ik eigenlijk niet dat vind ik op het moment gewoon saai worden, want het is allemaal gecarried door parties en in ieder geval, dat is dus ook de reden waarom ik dus me ook meer aangetrokken voel tot het publiek van wat niet zit te wachten op altijd maar die uber gameplays. Dus ik ga even door met mijn onderwerp, want anders ben ik echt aan het afdwalen. Niet iedere YouTuber is dus supergoed in de game die hij of zij speelt. Het gaat erom of de video leuk is of educatief en dat hangt er natuurlijk aan vanaf wat je doel is als content creator en wat het publiek is wat je wil aanspreken als jij video's maakt. En ik ga nu Fish even als voorbeeld nemen en ik hoop dat hij dat oké vindt. Fish is voor een gemiddelde Call of Duty speler helemaal niet zo super pro. Maar
moet ik wel bij zeggen, voor een volwassen kerel, plus 30, vind ik dat hij echt behoorlijk goed Call of Duty kan spelen hoor. Hij weet er echt gewoon vanaf en hij kan ook op zich prima gameplays uit zijn mouw schudden. Maar ja, hij haalt geen MOABs aan de lopende band, zoals bijvoorbeeld, dat soort gasten aan uit Doom en Carnage en weet ik het hoe het allemaal heet. Ik zit niet meer zo in die communities. Maar ja, hij haalt dus inderdaad niet die enorme gameplays aan de lopende band en dat hoeft ook niet. Het betekent daardoor niet dat zijn video's niet leuk zijn, stom, saai of irrelevant. Nee, tuurlijk niet. Fish gooit zijn hele persoonlijkheid in zijn content. Hij maakt op een hele hoop verschillende manieren maakt hij zijn video's ook leuk. En Fish is het levende voorbeeld dat je niet altijd super gameplays hoeft te hebben voor amazing content. En begrijp me niet verkeerd, Fish kan echt wel mal ophalen en dat hebben we ook afgelopen half jaar volgens mij wel dik gezien in de video's die hij maakt met een muziekje eronder en onder. Een spannende gameplay eronder waar hij een mol op haalt. Dat heeft er vaak zat van geüpload. Dus daarin kun je best wel zien dat Fish toch echt wel Call of Duty kan spelen. Had ik er trouwens ook nooit aan getwijfeld. Maar ja, hij heeft dus inderdaad niet die triple mobs en zo. En ik vind, heb ik best wel respect voor Chris. Omdat hij is gewoon dat voorbeeld dat je inderdaad niet altijd die super gameplays hoeft te hebben om een leuke video te maken. En ik wil mezelf nu niet gelijk stellen aan Chris, want dat ben ik gewoon niet. Want hij is toch echt wel een betere YouTuber dan dat ik ben. Let's be honest. Maar ik wil gewoon even een duidelijk goed voorbeeld geven ofzo. Dus ik hoop niet dat jullie me verkeerd begrijpen. En ik hoop ook dat Chris ook snapt wat ik bedoel. Zo niet, stel gerust die vraag in de comments. Maar back to the point, want ik begin heel erg af te dwalen. De reden waarom ik dus weinig Russisch gameplay upload is omdat ik gewoon niet goed ben in Russen. Heck, ik ben gewoon niet eens zo super goed in Call of Duty. En dat is ook gewoon te zien. En dat is ook iets wat ik niet wil verbergen en waar ik voor wil uitkomen. Maar ik vind niet dat dat zou moeten betekenen dat ik als YouTube-programma aan de kant kan worden geschoven van... Ja, Odidov die kan niet Russen en hij heeft geen Russische gameplays. Dus dat zal betekenen dat zijn video's slecht zijn. Ik een sub. Of ik kijk zijn video's niet. Of ik scheld hem uit. Of ik ga van die haatcomments plaatsen. Of ik ga disliken. Whatever. Trouwens, moet je zelf weten wat je doet. Interesseert me eigenlijk geen energieër. Sure. Kijk YouTube-video's omdat je spectaculaire gameplay wil zien en niks anders. Prima. Jouw keus. YouTube is entertainment en ik zal echt de laatste persoon zijn die mensen gaat dwingen om bepaalde content te kijken die ze niet leuk vinden. Maar er is veel meer op YouTube te vinden dan alleen dat. En ik geloof ook echt dat er genoeg mensen zijn die op zoek zijn naar tips en tricks. Of misschien wel interessante commentaries over het leven. Over die filosofisch van aard zijn. Whatever. Er zijn zoveel verschillende doelgroepen. En ook voor die kleinere doelgroepen moet ook gewoon content worden gemaakt. En ik voel me persoonlijk, omdat ik ook een beetje bij die doelgroep hoor, meer getrokken om video's voor die doelgroep te maken. En dat betekent dus inderdaad, dat is ook, ligt meer binnen mijn kunnen en binnen wat ik kan enzovoort. Is dat je daarvoor niet altijd spectaculaire gameplays hoeft te hebben. Maar het draait meer om de commentaries. In mijn video staat de gameplay namelijk niet centraal. Maar meer de commentaries in hetgeen wat ik heb te vertellen. Over het algemeen dan, soms heb ik ook eens een gameplay met een gameplay analyse. Waar natuurlijk dan de gameplay centraal staat. Nou, dat is gewoon, ja, het is niet echt een tipvideo geworden. Het is meer een beetje een ramble video geworden en een standpunt. En ik hoop dat jullie... Nou ja, als je tot zover hebt geluisterd, you're awesome. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. Heb je een vraag, want dit is natuurlijk puur mijn mening. Stel een vraag, vraag naar mijn argumenten. Het is goed om daar open-minded en op een vriendelijke manier met elkaar over te kunnen discussiëren. Dus stel gewoon gerust die vraag. Jongens, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie dit wat vonden en tot de volgende.